Welkom beste kijkers van mijn YouTube kanaal. In een vorig filmpje had ik gezegd dat ik ging stoppen. Ik heb er nog eens heel goed over nagedacht. En ik denk niet dat ik 100% ga stoppen. Ik ga gewoon verder doen gelijk ik bezig was. In het zwart-wit. En af en toe is een filmpje online krijgen. Met wat informatie en zo. Over mezelf en over wat ik meemaak en zo. Nu, gelijk sommigen weten, of ook niet. In ieder geval, ik ga nu beginnen eerst met mij voor te stellen. Ik ben Stijn Brijssen. Mijn YouTube kanaal heet Kapitein Zeppels. En dat komt gewoon uit een andere story die ik in het volgende filmpje zal vertellen. Deze video gaat over iets waarmee ik heb met mijn ouders over iets gepraat. Namelijk, ik ben geboren op de autostrade, op de E40. En VTM, of Productie als Jambers, dat weet ik niet 100% correct. Mijn pa zegt dat Productie als Jambers, die opnames heeft gedaan, een reconstructie van mijn geboorte. En dat die beelden zijn beloofd aan ons. Alle beelden die ze gemaakt hebben. En een vergoeding. En dat geen een van de twee ons gegeven is. Terwijl het ons wel beloofd is. En ja, ik ga even het krantenartikel opzoeken. Ik heb er een foto van op Instagram staan. Dus die staat ook op Google te vinden. Maar ik ga hem in beeld laten komen. Afbeeldingen. En dan... Als ik hier scroll, kom ik het wel tegen. Voilà, hier zo. Ik ga nu de afbeelding downloaden. En dan ga ik die monteren op dit stuk in de video. Dan kun je even op pauze duwen en het even bekijken. Dus, tot zo. Oké, hier ben ik weer. Zoals je misschien hebt het filmpje nu net op pauze gezet. Maar zoals je misschien gezien hebt, hè, als je het filmpje op pauze hebt gezet, dat krantartikel, dat is echt. Dat is vertoond geweest, allee, de reconstructie is getoond geweest in levensgevaar op VTM. Nu, ik heb de VTM daar al 2 keer over gemaild. En zij komen altijd met hetzelfde antwoord. Ja, wij kunnen dat beeld alleen maar opzoeken als we de uitzenddatum hebben. Ik heb de mail hier letterlijk gewoon voor mijn neus openstaan. Ik ga hem even voorlezen. Dus ik heb gemaild naar VTM van... Wacht, even hier zien. Oké, ik heb gemaild, beste VTM, ik had een idee. En dan ja, heb ik een heel uitleg gedaan. En dan... PS, er is vroeger, tussen haakjes 1993, toen ik geboren ben, door Productie als Jambers een vergoeding aan mijn ouders beloofd voor de reconstructie van mijn geboorte. Maar er is nooit een vergoeding betaald. En is ons ook alle opgenomen beelden beloofd, dat is ons evenmin bezorgd. Ik vraag mij echt af... Of jullie en de productiehuizen waar jullie mee samenwerken echt wel te vertrouwen zijn. En daar heeft VTM op geantwoord. Beste Stijn, we hebben je bericht goed ontvangen en zorgen voor een correcte opvolging. Met vriendelijke groeten, Customer Service Team. Vraag me niet wat dat is. Waarschijnlijk is dat een automatisch server die dan antwoordt. En dan heb ik een mail teruggekregen. Dag Stijn, bedankt voor je bericht. En dan een heel uitleg. En dan was je te zien in een aflevering van Levensgevaar of in een aflevering van Jambers. Kan je ons een exacte uitzenddatum bezorgen? Dan kunnen we namelijk nakijken wat er is.
Met vriendelijke groeten, VTM. Nu, ik heb daar dan op geantwoord. Want ja, als ze mij zeggen van de uitzenddatum, ik heb die niet. Want het gaat over mij. Ik was nog geen jaar oud. Ik heb daar op geantwoord. Ik weet de uitzenddatum niet. Mijn ouders zeiden tegen mij dat het een van de eerste afleveringen van Levensgevaar was. Ik ben geboren op 13 juni 1993. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik spreek alleen nog met mijn vader. En dat is niet gelogen, want mijn moeder zie ik eigenlijk nooit. Die woont te ver weg. Ik raak daar niet. Ik heb geen plaats in mijn agenda om tussen mijn studies door en tussen mijn vrijwilligerswerk en alles wat ik doe, door daarheen te gaan. Dat is 3 uur onderweg en 3 uur terug. Dat gaat niet. Dat heb ik er dus ingezet van, ik spreek alleen nog met mijn vader. En dan heb ik geantwoord en dan heb ik er nog bij gezet van, en ik vind het merkwaardig dat jullie niet kunnen opzoeken zonder de uitzenddatum. Een kennis van mij, genaamd, en ik ga de naam nu niet in beeld zeggen hier, maar dat heb ik wel geantwoord wie dat mijn kennis is, die mij wat informatie heeft gegeven, heeft mij gezegd dat jullie ook kunnen terugvinden zonder de uitzenddatum. Dit is al de tweede keer dat ik jullie hierover contacteer en jullie en of productiehuis Jambers houden zich niet aan de beloften die mijn ouders in de tijd kregen en stelt mij teleur. Met vriendelijke groeten, Stijn Brijssen. PS, als het zo doorgaat, hè, ga ik eens een advocaat raadplegen. Want dit is echt niet aangenaam om elke keer jullie antwoord te krijgen van de uitzenddatum. Die beelden werden ons vroeger al beloofd. En er werd ons ook een vergoeding beloofd. En geen van beiden is ons bezorgd. En dat is oncorrect van jullie en of productiehuis Jambers. Daar heeft VTM nog niet op geantwoord. Ik verwacht daar, ja, waarschijnlijk na het weekend antwoord op. Maar dit stelt mij grote vragen over de correctheid van de Vlaamse televisiemaatschappijen en hun productiehuizen. Want productiehuis Jambers, tot zover ik heb kunnen terugvinden, zou niet meer bestaan. En dan stel ik mij de vraag, kan ik daar voor verder gaan? Ik weet dat niet. Daarom dat ik een advocaat wil gaan raadplegen als zij mij geen correct antwoord kunnen bezorgen. Want ik vind het heel vreemd hoe VTM hun kijkers behandelt. Je gaat me niet zeggen dat je het niet kunt terugvinden op naam van een persoon, of op naam van een productiehuis, of op naam van een programma, en dan even, allee, waarom moet je een correcte uitzenddatum hebben van 25 jaar geleden? Dat snap ik niet. Wie kent de exacte uitzenddatum van 25 jaar geleden nog? Sorry, maar ik weet ik zelfs de exacte uitzenddatums van bepaalde programma's van vorig jaar al niet meer. Dus dat lijkt mij een vreemd antwoord van VTM. Meer daarover krijgt u in een volgende update video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor het abonneren. Zijt je nog niet geabonneerd, doe dat dan even, want dan is dat knopje nog rood en dan moet je het grijs maken. Duw alvast op het duimpje omhoog en dan zeg ik zoals altijd, ciao!